Mijn rugzak ligt op bed. Leeg. Het is zo'n reisrugzak waar enorm veel in kan, maar ik weet niet waar ik moet beginnen. Wat trek je aan als je wegloopt? Geen stinkende pyjama lijkt me. Ik zoek een spijkerbroek en een schoon t-shirt. En wat neem je mee? Nog geen idee waar ik naartoe ga. Niet naar familie of bekenden, dat weet ik wel. Ik moet onvindbaar zijn en dus alleen. Ergens buiten? Nee, dat kan toch niet? Ik ben geen zwerver. Hoe koud is het eigenlijk s'nachts in november? Voor de zekerheid trek ik alvast een warme trui aan. In de rugzak prop ik zes onderbroeken, vier t-shirts en drie paar sokken. Dat moet genoeg zijn. Toch één extra broek. Voor als deze vies of nat wordt. Ik zie mezelf geen wasjes doen. Zou ik niet weten waarmee trouwens. Kan niks opzoeken zonder telefoon en internet? Had ik maar een boek Weglopen voor beginners met survival tips. Met lijstjes van wat je allemaal mee moet nemen en handige adressen. Bijvoorbeeld van gratis hotels voor weggelopen kinderen. Zou dat bestaan? Kijk, dat is nou een boek dat ik zou willen lezen. Misschien heeft mijn vader een survivalgids. Echt iets voor hem. Mijn vaders hobbykamer is een puinhoop. Overal spullen en kasten vol boeken. Vooral vogelboeken en encyclopedieën, een soort wiki, maar dan van papier. Opgezette kevers in doorzichtige doosjes, vergrootglazen en verrekijkers plastic bakjes met onleesbare stickers, petjes en hoedjes in mossige kleuren, wandelschoenen, handschoenen zonder vingers, zijn fluisterstille vogeljas, zonnebrandcrème en zonnebrillen, keelpastilles, pleisters, een zakmes, een zaklamp, een mummieslaapzak, een uitvouwbare kruk, een drinkfles, opschrijfboekjes en nog veel meer zooi. Zijn lievelingsverrekijker staat op zijn bureau. Dat is een dure. Ik weet niet waarom, maar ik neem hem mee. Net als het zakmes, de zaklamp, de drinkfles en de slaapzak. Ik prop zoveel mogelijk spullen in de rugzak. Nergens een survivalgids te bekennen. Aan vogelboeken heb je niks. Vogels zijn totaal oninteressant. Rare vliegbeesten. Voor mijn vader zijn ze alles. Ik heb buiten nog geen drie stappen gezet als ik een mannenstem hoor. Zo jonge man, lekker vroeg op pad, waar gaat de reis naartoe? Vast een zonnig oord. Ik doe snel de zonnebril af en stop hem in mijn jaszak. De stem komt achter de heg vandaan, uit het tuintje naast dat van ons. De buurman, natuurlijk, hij zit altijd in zijn voortuin, verstopt achter zijn kaarsrechte heg en houdt alles in de gaten. Hij weet precies wie er allemaal in onze straat wonen, hoe iedereen heet en wat iedereen doet, wat voor werk de volwassenen doen, op welke scholen de kinderen zitten. Wie honden of katten heeft, wie 20 kilo te zwaar is, welke ouders gescheiden zijn en wanneer iedereen op vakantie gaat, dat soort dingen. Hij heeft alle tijd, want hij is ziek of met pensioen, zoiets. Mijn ouders weten niet hoe oud hij is en waarom hij daar altijd zit te loeren in zijn tuintje. Wij weten weinig van hem, maar hij weet wel alles van ons. Zo'n buurman dus. En die ziet mij ineens buiten in het weekend op zaterdagochtend. Verdacht vroeg. Het is sowieso verdacht dat ik buiten ben. Dat doe ik bijna nooit en dat weet hij. Ik moet iets verzinnen. Ik ga een eindje wandelen, zeg ik tegen de heg. Gehoest, gesteun, gerommel. En ja hoor, daar komt zijn hoofd tevoorschijn. Boven het groen, met een hoedje en een geknipte grijze baard. Van achter kleine ronde brillenglazen kijken zijn ogen me priemend aan. Wandelen? Jij? Ik knik. Pas je wel op. Hij laat zijn vraag in de lucht hangen en ik trap erin. Waarvoor? Dat je niet moe wordt. Hij lacht hinnikend om zijn eigen grap. Ik schud mijn hoofd en wil verder lopen. Maar dat laat hij niet gebeuren. Razendsnel sluipt hij langs de heg, opent het niet piepende hekje van zijn tuin en komt naar me toe. Hij gaat wijdbeens voor ons hekje staan met zijn handen in zijn zij, zodat ik niet kan ontsnappen. Hij rekt zich uit om te zien wat ik op mijn rug heb. Ga je logeren? Ik denk het wel, ik denk het wel, antwoord ik om van hem af te zijn. Alsof dat zo makkelijk gaat. En mijn antwoord was niet zo slim. Dat denk je? Als je gaat logeren, dan weet je dat. En dan weet je ook bij wie en hoe lang. Ik haal mijn schouders op met rugzak en al. Ik niet. Ik ben een avontuurlijk mens, zeg ik zo droog mogelijk. Ik ben nog jong. Jonge mensen houden van avontuur en onzekerheid. Gewoon op pad gaan, dat deed u vroeger vast ook. Het werkt. De buurman is even in de war. Ik zie hem twijfelen en nadenken. Dat weet ik niet meer, zegt hij dan. Dat is al zo lang geleden. Krijgt hij nou tranen in zijn ogen? Hij gaat toch niet janken? Waarom zeg ik nou altijd net de verkeerde dingen? Maar dit is wel een goed moment om te ontsnappen. Ik doe een stap naar voren en ga bij ons hekje staan. Als u even aan de kant gaat, dan kan ik vertrekken. Het avontuur wacht op mij. De buurman lijkt wakker te schrikken uit een droom en is meteen weer zijn oude zelf. Hij doet zijn armen over elkaar en blijft staan. Wat was dat nou? Vanochtend? Hoe bedoelt u? zeg ik zogenaamd verbaasd. De buurman trapt er niet in. Hadden jullie ruzie? Ik hoorde geschreeuw, eerst door de muren heen en daarna buiten op straat. Het klonk alsof er iets ergs aan de hand was. Ik ben maar even gaan kijken voor de zekerheid. Je ouders deden allerlei spullen in de achterbak van jullie auto en vertrokken met je zus. Ze droegen alle drie feestkleren. Klopt, zeg ik. Dat heeft u goed gezien. Ze zijn naar een bruiloft. Er moesten spullen mee voor het feest. Gedoe, gehaast. En als mijn ouders vroeg weg moeten, maken ze altijd ruzie. Vertrekstress. U weet wel. Vandaar het geschreeuw. Mijn hart bonst. Hopelijk zeg ik niks stoms. Ik zie dat de buurman nog nadenkt over wat ik heb gezegd. Nu moet ik doorpraten, zodat hij niks kan vragen. Onze excuses voor de overlast. Ik zal het tegen mijn ouders zeggen. En bedankt voor het opletten. Nu moet ik echt gaan hoor.